We hebben hier het pasje waarmee we onze Cupra Born op mogen halen. En dit is de auto waarvoor we hier zijn om te gaan rijden. Nee, 100% elektrisch, achterwiel aangedreven en mega mooi van binnen. Er komt hier nu dus een bocht aan en die gaat zo proberen te driften. Want we willen wel kijken of dat kan. Kijk, vol gas. Ja, je hoort hem al. Ja, het kan. Yo, dat een hele goede morgen en welkom bij weer another vlog on the Schiphol. We zijn weer op Schiphol. We staan met Sylvie. Goedemorgen, Sylvie. Lil Z. You have Lil Z or not? Kut, mondkapje. Oh, hopelijk staat Nike er nog. Nike, wacht. Nike, blijf staan, Nike. Oh ja, staat er nog. Oi, wacht even. I did not bring a mondkapje. Oh nee. But I have many here. Wat goed hè, dat ik mijn eigen mondkapje zet. Ja, heel goed. Koop, op boze peperkop. Ik ben dus mega dom, je hoeft helemaal geen mondkapje meer op. Ik redde voor mijn leven, kan ik hier zonder mondkapje lopen. Update, we moeten hem toch wel op. Het is door de poortjes en dan moet je hem wel op. Ik snap het ook niet meer. Zij is gisteravond ook. Het vliegtuig uit. Ik heb geprobeerd te slapen, maar ik heb echt niet kunnen slapen. Ik vond het echt een kutvlucht. Het was maar 2 uur, maar het voelde alsof het 4 was. We hebben hier het pasje waarmee we onze Cupra Born op mogen halen. En dit is de auto waarvoor we hier zijn om te gaan rijden. Enige ding, hier, dat is de autopasje. Die mag jij niet in. Oh, thanks. En we zijn hier dus om de Cupra Born te testen. En Cupra, we hebben laatst een Formentor gereden. Dat is ongeveer 3 maanden geleden, denk ik. En vandaag krijgen we de Cupra Born mee. 100% elektrisch, achterwiel aangedreven en mega mooi van binnen. Dus als het goed is, heeft Zilver de sleutel of heeft het pasje wat dan de sleutel gewoon in de auto ligt? Ik weet niet, maar het is deze auto. Hoppakee. Ja, we gaan je dus aankomen 2 dagen even meenemen in wat de auto doet, hoe die rijdt, wat die kan. En misschien of ik dit wel als dagelijkse auto naast mijn nieuwe auto wil gaan hebben. Want ik rijd heel veel kilometers zoals jullie weten en ik ga echt een belachelijk leuke auto rijden. Alleen niet om dagelijks te rijden. En misschien is dit wel een hele goede auto om ernaast te hebben. Dus daar gaan we vandaag achter komen. Oké, maar we zitten dus in de Cupra Born. En de Cupra Born die is vanaf eind dit jaar rijbaar en wij mogen nu als eerste gaan testen. We hebben een paar dagen helemaal zeg maar dat we alles kunnen doen en testen wat we willen. Dus daar hebben we heel veel zin in. Het enige ding is, ik mag het dus niet testen. Dus dat is een klein beetje jammer weer. Maar daar kunnen we niet zoveel aan doen. Het ding is, deze auto is vanaf, is mij net verteld. Ik ga eventjes de autojournalist uithangen. Vanaf €37.000 is deze verkrijgbaar. €37.000 klinkt als heel veel geld. Maar voor een elektrische auto, met volgens mij heeft deze 400 kilometer range. Best wel een mooie auto. En hij is gewoon een kale mooi afgewerkt daar, broer. Zo, wacht het stuur en kijk even hoe groot deze display is. Dit is echt ziek. Gewoon een hele iPad Pro erin. Voor de rest, afwerking. We hebben nog een relatief karige uitvoering. Dus volgens mij de standaard uitvoering, hoe je hem kan krijgen. Dus je hebt nog niet de mooiste stoelen, je hebt nog niet het mooiste dashboard, je hebt nog niet de mooiste middenconsole. Dus ik denk dat we ergens aankomende dagen ook nog de hele mooie krijgen met automatische stoelen als erop en eraan. Wel, deze zag ik al lane assist, groot beeldscherm. Hier heb je zeg maar dit je beeldscherm tussen je ding door. En wel lekkere stoelen op zich. Zit wel goed. We krijgen nu de introductie over wat zeg maar de auto inhoudt. Er staan hier overal een beetje auto-onderdelen. Waar we kunnen zien zeg maar, wat de kwaliteit is. Wat voor verschillende banden ze hebben. Ook hebben ze hier alle tekeningen liggen. Ik moet zeggen dat hij er hier nog wel iets cooler uitzag dan dat hij doet. Maar we krijgen nu even een introductie. Leren we even alles over hoe en wat de auto is. Dat duurt een uur. Dus dat ga ik jullie besparen. En ga ik jullie zo even in een paar minuten uitleggen wat de auto eigenlijk inhoudt. Voor zover ik dat nog niet wist. Oké, goed. Tot zo. Zover in het Seat House of Casa Seat. We kregen even dus de uitleg over hoe en wat. We hebben eigenlijk een beetje geleerd wat we al wisten. Het heeft een MEB platform, oftewel dat is een heel goed platform om sportieve auto's elektrisch te maken. Hij kan 6,6 seconden naar de 100 als je de goede variant hebt. En je hebt dus verschillende varianten qua zeg maar, de binnenkant en de buitenkant, hoe het eruit ziet. We krijgen nu dezelfde auto's net mee. En bij het hotel, daar kunnen we wisselen. Dus dan kunnen ik jullie ook de allermooiste versie laten. En ik wil heel graag even kijken of ze kunnen driften. Of dat werkt. Want dat zou het ding voor mij zijn. Stel, ik zou deze auto dus dagelijks willen rijden. Wil ik heel graag dat hij kan driften. Dat hij gewoon net eventjes iets meer spice heeft dan gewoon een normale auto eigenlijk. Dus we moeten dat testen. Eén ding is, jij moet dat testen. Hoorde je wat ik zei, wat je moet testen? Nee, ik was niet te gaan luisteren. Maar ik denk de auto. Ja, de nou, auto. Driften, of dat kan. Ja, ik wil weten of dat kan, want anders hoef ik hem niet. Oh. Ik heb nog nooit. Oh, ik heb wel eens gedrift, maar dat ging niet heel best. Nee. Hier is even nog een kleine walkaround om een Born heen. Dit is dus de blauwe variant. Hier hebben we de grijze variant. Hij heeft wel een lekker achterkantje. Hij is gewoon net wat agressiever dan een gemiddelde auto. Ook met dit en zo eronder. Ik vind hem wel heel nice geworden. Het ziet er echt goed uit. Enige ding, het is nog steeds wel een klein autootje. Dus het is niet zeg maar dat je echt een zieke een RS3 of weet ik veel wat hebt staan. We gaan nu naar CJS. We gaan naar het hotel toe waar we een tijd geleden ook al zijn geweest. We hebben een route van 1,5 uur. Het is eigenlijk 45 minuten.
route, maar we nemen een mooie route. Nu is het zo, dus ik mag zelf niet rijden, maar ik ga eventjes Silverhead in zijn nek lopen hijgen, dat hij even maximaal pusht om te kijken of die... Ja, dus... dan zit hij straks weer te zeiken dat hij misselijk is. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Hij rijdt echt wel snel, 100, 105, 110, 120, bijna 120. Maar we gaan even door de bergweg rijden, we gaan eens kijken hoe goed dit gaat. Gewoon volle bak, gewoon... Het rijdt wel lekker. Ja, rijdt het lekker? Ja, ik vond wel wat minder sportief als bijvoorbeeld waar we vorige week in reden, maar wel gewoon snel. Ja, het is geen TTRS, nee. Nee, dat niet. En ook geen e-tron S, maar wel snel. Ja, maar qua wegrichting is het lekkerder dan een e-tron S of niet? Want hij is wel wat kleiner. Ja, dat zijn allemaal van die termen die begrijp ik niet eens. Wat rijdt lekkerder, e-tron S of deze? Dat zijn termen die ik begrijp. Best vergelijkbaar eigenlijk. Ja? Ja, maar dat kan aan mij liggen dat ik gewoon incapabel ben en niet heel veel verstand van heb, maar ik vind het best wel lekker. Er komt hier nu dus een bocht aan en die gaat Silver proberen te driften. Want we willen wel kijken of dat kan natuurlijk. Denk je dat ik op zo'n bocht vol gas ga driften? Ja, dit kan gewoon. Kijk, vol gas. Ja, ja, je hoort hem al. Ja, 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 het kan. Het kan wel. Eigenlijk wilde ik me niet over laten halen door jou, maar doe het toch. Dit is de eerste bocht. We hebben er nog één. Dus in het geval dat je het nog een keer wil proberen. Harder, gas. Ja. Ja, dat was hem wel. Wel subtiel, maar... Je durft hem nog niet helemaal, je hoort. Dat was wel meer dan die vorige. Zo, en we rijden weer door Seajazz heen. En Seajazz is waar we vorige keer ook hebben gezeten. Maar Silver kwam er dus achter dat Temptation Island hier ook is opgenomen. Want de vorige keer dat we hier waren, waren we met... toen kwamen we Monica Geuze tegen. Dat was super random, die zat opeens naast in het restaurant. Maar we snapten niet zo goed waarom zij hier was en het niet deelde. Maar dat was dus omdat zij dus Temptation Island aan het opnemen was. Dus voor alle mensen die Temptation Island kijken, jullie herkennen misschien zo meteen wat dingen. En het hotel wat... waar wij in slapen zie je dus ook in alle shots van Temptation Island. Of in alle shots van een paar shots. Ja, een paar droogjes op de achtergrond herkende ik het wel. Voor nu, we gaan terug naar het hotel. Het is op dit moment 4:15. We hebben eigenlijk helemaal niet zo heel veel te doen. We mogen vandaag dus deze auto's test rijden. Dus gaan zo even kijken of we nog de performance versie hebben. Want dit is de standaard versie. En dan gaan we even kijken misschien of wat andere autojournalisten zijn die ook een beetje mee gek willen doen. Kijken of we er even mee mogen driften. Kijken of daar een trein voor is. Maar voor de rest, weet ik eigenlijk niet. Dat was hem. Dat was. We hebben onze kamer sleutel. En we zitten op de allerlaatste kamer van dit ding. Sanitized. Wow. Wow, mega groot. Oh, we hebben een bad. Ja. We zijn in bad. Ja. Zo, we hebben even snel onze spullen op de kamer gezet. We hebben heel even gechilled. Maar als het goed is, zou nu de 170 kilowatt auto er moeten zijn. Dus dat is net een iets snellere auto, maar ook een iets mooiere auto. Dit zijn maar de performance auto. Dus ik ben benieuwd of die klaar staat. Hoppakee. Lekker stofje. Lekker stofje. Deze is net eventjes iets lekker uitgevoerd. We hebben de Cupra mode, zeg maar. Dus ik heb hem even goed ingesteld. Zo, dit is snel, hè? Echt een stuk sneller. Zo, dit is dus de 170 kilowatt versie. Die we net hadden, was dus volgens mij 7 seconden naar de 100. Deze is 6,6. Maar het voelt veel sneller, omdat je gewoon die klap echt hebt. Dat is dus de Cupra Born waar we nu mee zijn. En we hebben een stukje ermee gereden. En oprecht, ik zou deze auto heel graag erbij willen hebben. Hij heeft echt wel de sportiviteit die ik zoek. Het is natuurlijk een saaie elektrische auto. Ik snap wat jullie bedoelen. Ik vind het ook een beetje. Maar deze auto kan dus oprecht gewoon driften. Kan goed rijden. Stuurt best goed in de bochtjes. Ik zou hem nog even meenemen. Dit is de 170 kilowatt versie. Ik zet een minuut op de klok, ga een minuut over deze auto lullen, langer doen we niet. Daarna knippen we hem gewoon. Dus 170 kilowatt, dat betekent 130 pk. Achterwiel aangedreven, puur op de achterwielen. Er zit een MEB platform onder, dus dat is zeg maar de nieuwe elektrische aangedreven ding. We hebben de e-tron GT volgens mij ook. Dat betekent dat onder de hele auto liggen zeg maar alle accu's, waardoor die zwaar is onder de auto, waardoor die goed ligt. Als je hier naar binnen komt kijken, kom maar eventjes kijken. Deze stoel zit een beetje gek. Maar dit zijn de mooie stoelen. Je ziet dat het mooi afgewerkt is. Mooie bronzen details erin. Alles is eigenlijk best wel mooi afgewerkt van binnen, van buiten, overal. Dus echt wel chill om naar te kijken. Stoelen zitten goed. Ze kunnen met stoelverwarming en stoelmassage komen. Alleen weet ik niet zeker of die dit jaar of volgend jaar pas komt met stoelmassage. Dan hebben we nog achter. We hebben 4 deuren. Dat heb ik sowieso niet bij mijn auto, dus dat is knap. Dan hebben we erachter de stoelen precies hetzelfde. Mooi bekleed. Nou, op zich oké, veel beenruimte. Dus 300 kilometer in 25 minuten opgeladen. Dus het lijkt me helemaal prima. En achterwiel aangedreven. Moet je maar even kijken.
Oké, we hebben niet de driftende mee. We hebben de andere mee. Dit werkt niet. Auto weer ingeleverd, we staan weer in de lift. Nu hebben we nog een uurtje te chillen voordat we naar het avondeten moeten. Zo, het bad loopt vol. Gaat echt mega snel. We staan nog een half minuut aan, hij is al voor een kwart vol. Dan ga jij douchen. Dan is zeg maar wel het ding, jouw douchen zeg maar hier. Wat ook gewoon alleen een glazen deur is. Als ik binnen zou lopen, zou ik je ook zien douchen. Maar als jij langskomt, dan kan jij zeg maar niet anders. Het zijn allemaal mensen, hè, Boas? Dat weet ik nog niet. Zie je zo wel. We hebben even deze chips geklaard. Nu hadden we niet helemaal bedacht hoe duur het hier was. Chips, dit zakje chips, dit kleine zakje chips was €4,50. Nu hebben we een idee. Kijk of we hem een beetje recht, een beetje zo opfluffen. Zie je zo terugleg. Lijkt het net alsof we helemaal niks hebben gegeten. Deze kunnen we drinken. We gaan water er in doen. Gast, uitgespeeld. Wat een duels. 1 op 10. Hoef je niet helemaal op, gewoon één slok. Oké, 3, 2, 1, 6. Oeh, doe jij. Ah, joh, ga je nog 5 pakken in. 3, 2, 1, 1. Die zetten hem mooi terug. Gelukkig maar. Zo, lekker opgefrist vanuit bad. Echt heerlijk, ik mis een bad in mijn huis zo erg. En ik gaf het laatst zo'n keer aan, maar ik ga op zoek naar mijn eigen huis. Ik ga een eigen huis kopen. Ik woon nu natuurlijk samen met Niels, ik huur het huis. Danny heeft het gekocht, Danny Westgeest, en ik huur het van hem. Maar Niels die wil heel graag naar zijn eigen huis toe. En ik heb dat ook heel erg. Het enige ding is, Niels kan over 2 maanden al zijn nieuw huis in en ik niet. Dus ik moet een huis kopen. Ik moet misschien een stuk grond vinden, een huis bouwen. Ik weet nog niet wat ik ga doen, dus ik zit daar een beetje in dubio mee. Want een de huizenmarkt is nu echt niet normaal. Normaal kon je een startswoning een beetje voor 3-4 ton kopen. Zeg maar de huizen die ik wilde dan tenminste. Nu ligt dat rond de 7-8-9 ton. En als je het even bedenkt, dat is belachelijk veel geld. Dat zijn gewoon 20 van de auto's die we vandaag reden. Dus het is niet meer helemaal leuk. Dus ik moet daar binnenkort eventjes mee bezig. Ik hou de huizenmarkt wel een tijdje in de gaten. Maar ik heb zoveel specificaties die ik heel graag aan mijn huis wil, dat eigenlijk bijna niet te doen is. Maar we zijn ermee bezig. En hopelijk hebben we binnenkort een huis met een heel groot stuk land waar ik mijn eigen crossbaan kan bouwen en alles kan doen en laten wat ik wil. Voor nu sta ik eventjes lekker uit te kijken over het mooie Cupra-trein, over het mooie Mi Hotel. Kijk hoe ziek dit hotel eruit ziet, hè. Met een mooie zonsondergang en wij gaan weg. We gaan lekker naar ons restaurant toe. Dat is hier als het goed is 5 minuutjes lopen vandaan. En dan gaan we daar lekker eten. Voor jullie is deze vlog altijd een beetje over en weer. Helemaal, ja, jullie snappen er waarschijnlijk niet heel veel van. En dat is omdat ik gewoon zo moe ben vandaag. Ik heb 3 uur geslapen en normaal kan ik er wel tegen, maar nu kikt hij echt hard in. Dus sorry daarvoor. Ik kom vandaag gewoon, als ik zeg maar niet aan het vloggen was, lag ik gewoon. En ik kom gewoon niet lekker op gang vandaag. Vandaag is wel de enige dag eigenlijk van het event. Morgen hebben we eigenlijk al geen event meer. Alleen wij willen morgenavond nog wat foto's maken. We hebben een heel idee met zo'n auto. Dus daarom blijven we wat langer. En overmorgen vliegen we terug. Dus morgen hoop ik dat we nog kunnen gaan jetskiën en vette dingen kunnen gaan doen. Voor nu is het eigenlijk, was dit eigenlijk bijna het hele event al. We gaan nu eten en dat was hem. Dit is ons eten, we eten natuurlijk vegetarisch. We krijgen wel altijd leuke delicatessen, zeg maar. Geen idee, want dit is volgens mij guacamole in een broodje. We hadden guacamole, dit is... Geen idee. Vind je het lekker of niet? Guacamole in een broodje. Ja, rare dingen krijg je hier altijd. Ja, wel lekker. We hebben ons eten hier vandaag gehad en ze hebben hier overal een beetje Cupra staan. Ze hebben alles in de stijl van Cupra gemaakt. Dus dat is natuurlijk mega vet. We hebben hier ons etentje gehad. Er zijn totaal 18 mensen, 18 autojournalisten mee. Of eigenlijk 16 en dan Zilver en ik. Om een beetje eigenlijk aan de wereld te laten zien wat de Cupra nou inhoudt. Nu zijn wij meer mee omdat ik vooral de Cupra een hele interessante auto vind. Een hele mooie auto vind. Het is natuurlijk een soort van zakelijke saaie auto. Maar met wat het kan, met de capabilities van het driften, de 540 km range, zo is het voor mij echt wel een goede auto. Dus als ik hem hier zo ook zie staan, dan zit ik wel van ja, het is wel echt iets wat ik zou willen. Laat me weten wat jullie vinden in de comments hier beneden. Gaan wij nog even wat biertje op drinken en dan gaan we naar huis toe. En waar je ons net in de kelder zag, daar zijn we nu even boven en dit is het huis. Waar zeg maar de party was als het ware, met een mega zwembad. Maar het is wel, wat doe jij? Het is wel een mega vet huis. En we hadden het natuurlijk net over mijn eigen huis wat er moet komen. Zoiets is wel echt een soort droomhuis. Hey Zilly Willy. Ik heb dus een heel leuk woordje wat ik laatst geleerd heb, hè? Stom. Nee, flipcheck. Nee, dat heb ik echt niet. 5, 4. Ja, oké, okay. En dan? 3. En wat als ik het nu niet doe? Dan mag je slaan. Kom dan. Wacht, dan moet ik even mijn vuist opladen, hè? Dat werkt beter zo.
Die! Dat heeft waarschijnlijk meer pijn aan mijn elleboog dan aan jouw arm. Zilly, ben je een beetje aangeschoten van de cocktails die we hebben gekregen? Ik heb alleen maar bier gehad hoor. Ik krijg niet aangeschoten van bier. We hebben 2 biertjes op en we zijn gelijk gewoon vervelend. Ik zie hier deze spleet in, hè? Ik weet niet of je dat door hebt. Zie je wel eens vaker in een spleet? Maar ik zie jou er nooit doorheen. Beter kijken. Ook dat handje doet dat. Ik zit in elke team uit daar. Hoe leuk! Hoe lang dat jij nu roomservice besteld? 1 of 2? Nee. 3. 1 of 5? 3, 2, 1, 3. Ja! Ja, ik heb helemaal geen honger. Ja, maar ik wel. Ik heb zeg maar het halve hoofdgerecht niet gegeten en geen toetjes gehad. En dat heeft deze motherfucker wel gehad. Ik heb wel een beetje PC honger. Maar we laten het maar erbij voor vandaag. Voor deze keer win jij, ja? Mag je nog wel staan, want je doet je water deals niet. Oké, we gaan lekker slapen. Voetje is niet leuk. Doe naar boven, subscribe beneden. Dan zie ik je morgen 2 uur bij een nieuwe video. Like voor buikdans. Het is ook helemaal geen 2 uur, het is al 4:30. Echt al een half jaar, maar goed. 4:30 bij een nieuwe video. Joe. Nee, gaan we gaan Heino voor, dan gaan wij voor. Dan moeten we heel hard gas geven. Gaan we.